Tijdens de vorige PlayStation 5-presentatie werden God of War, Ragnarok en Final Fantasy 16 aangekondigd, maar dat we ook een nieuwe Harry Potter game zouden krijgen, dat had niemand gedacht. En wij zijn in ieder geval ontzettend hyped voor Hogwarts Legacy, en dit is waarom. Hogwarts Legacy is een open wereld actie-RPG die zich in en rondom de bekende school Hogwarts afspeelt. Dat is voor Harry Potter fans natuurlijk geweldig nieuws, want wie wil er nou niet les krijgen van legendarische tovenaars en de Wizarding World eindelijk op zijn dooie gemakje verkennen? De eerste trailer laat vooral zien dat de RPG-elementen behoorlijk aanwezig zijn in Hogwarts Legacy. Zo creëer je een eigen tovenaar en kies je in welk huis je terechtkomt. Dat laatste lijkt invloed te hebben op het verloop van het verhaal, dus kies bewust. Daarnaast doe je allerlei dingen die een tovenaar ook doet. Zoals potions maken, vechten tegen monsters en verschillende toverspreuken leren. Over het laatste weten we eigenlijk maar heel weinig. Maar er is genoeg materiaal om van Hogwarts Legacy een hele diepgaande RPG te maken. Een andere reden om enthousiast te worden is dat de game zich aan het einde van de 19e eeuw afspeelt en de boeken helemaal loslaat. Deze keer dus geen Harry of die natte tosti uit Fantastic Beasts, maar een gloednieuwe tijdsperiode die we nog niet hebben verkend. In dit verhaal ben jij dus de tovenaar die bijzonder getalenteerd is, maar veel later dan gebruikelijk wordt uitgenodigd voor Hogwarts. Waarom? Nou, omdat je een bijzonder talent voor Ancient Magic hebt. Daarmee kun je ervoor kiezen om het kwaad in de wereld te verdrijven of juist zelf het duistere pad te kiezen. Word je de volgende Voldemort of Grindelwald? Het lijkt erop dat de keuze aan jou is. Misschien wel de belangrijkste reden om enthousiast te worden voor Hogwarts Legacy is de open wereld die in de trailer wordt onthuld. Je zit namelijk niet de hele game opgesloten in de school, maar reis je ook naar bekende plaatsen als Hogsmeade en totaal nieuwe gebieden waar je puzzels oplost in dungeons en het opneemt tegen Fantastic Beasts en duistere tovenaars. Dus we kunnen er stiekem ook wel vanuit gaan dat we de Forbidden Forest mogen verkennen, waar we waarschijnlijk nieuwe beesten tegenkomen. Hoeveel vrijheid we daadwerkelijk krijgen en hoe groot de wereld wordt, dat is nog even afwachten. Kunnen we bijvoorbeeld ook een potje zwerkbal spelen op de grasvelden rondom de school? Of daadwerkelijk lessen volgen om ons personage te trainen? En hoe werkt dat vechtsysteem precies? We hebben nog heel veel vragen, maar er zijn in ieder geval genoeg opties om van Hogwarts Legacy een droomgame te maken. Toch moeten we nou ook weer niet al te hoge verwachtingen hebben voor deze game, want Hogwarts Legacy wordt gemaakt door Avalanche Software, die je misschien wel kent van Disney Infinity Games en Portkey Games, dat eerdere Harry Potter games maakte. Hoewel beide studio's geen halfbakken games hebben afgeleverd, hebben ze ook nog nul ervaring met open wereld RPG's. En dat kan met concurrenten als Cyberpunk 2077 en Assassin's Creed Valhalla een behoorlijke uitdaging worden. Toch kunnen we niet wachten tot de game ergens volgend jaar op de huidige en next-gen consoles en PC uitkomt. Wie weet krijgen we eindelijk de Harry Potter game die we verdienen. Ben jij hyped of heb je twijfels? Tja, tenslotte wordt de game ook maar door dreuzels gemaakt. Vond je deze video leuk? Geef ons dan een duimpje en een suppie. Dan mis je niets van ons kanaal.